Dank u wel, voorzitter. Collega's. U weet het allemaal, grote migratiestromen vormen een van de grootste tragedies van onze tijd. Na de grote aantallen in 2016 zijn dit jaar al bijna 100.000 mensen de Middellandse Zee overgestoken. En ruim 80% van die mensen arriveert in Italië. Italië dat de support van ons allen verdient voor een onmogelijke taak. Van de 100.000 mensen in slechte bootjes hebben meer dan 2000 mensen de overkant niet gehaald en hun reis niet overleefd. En tegelijkertijd zijn er ook honderden en duizenden mensen die profiteren van dit drama. De premier van de eenheidsregering in Libië, de heer Al-Sarraj, die zei mij dat hij dit ook het grootste probleem vindt van dit moment. En er was dus alle reden om onlangs met elkaar bijeen te komen op de High Level Conference on Migration Management. En om elkaar te inspireren voor een betere aanpak. En dat niet alleen de premier van Libië spreker was, maar ook de commissievoorzitter Juncker en de hoge vertegenwoordiger Mogherini. Dat onderstreept het belang van dit thema. Immers rond Europa cirkelen zo'n 20 miljoen vluchtelingen. Zo geeft de UNHCR aan. Wereldwijd zijn het er zelfs 750 miljoen. Ongelooflijke cijfers. Er wordt geklopt op de deuren van Europa. Zo merken wij allemaal als vertegenwoordigers van gemeenten en regio's. De regio's en de gemeenten waar mensen daadwerkelijk terechtkomen. En dus beseffen wij ook dat het elders dus de lokale situatie is die maakt dat mensen moeten vluchten. En daarom heb ik in mijn opinie 3 actielijnen genoemd. Allereerst versterking van economie en bestuur in de landen van herkomst. En vooral ook in gemeenten langs de migratieroute. Ten tweede versterking van de mogelijkheden om de migratieroutes te controleren. En waar mogelijk en acceptabel hindernissen in te bouwen. Ten derde de consequente uitvoering van een duidelijk Europees migratiebeleid, waarin lokale en regionale overheden weten wat hen te doen staat en waarin ook alle partners en alle landen daadwerkelijk participeren. En tenslotte het bestuur in Libië. Het bestuur dat versterking nodig heeft. We weten hoe fragiel het bestuur is en dat het daarmee ook een voedingsbodem is voor ellende. Ook op het gebied van migratie en het management ervan. Voorzitter, collega's, laten we blijven spreken over dit essentiële thema, zeker ook in ons comité. En laten we ons blijvend laten inspireren en motiveren om menselijke waardigheid hoog te houden, zoals onze Europese handvesten zo mooi verwoorden. Ik dank alle collega's voor hun input, voor hun ideeën en hun amendementen. En ik dank ons secretariaat, andere medewerkers en experts voor hun inzet en betrokkenheid. Dank u wel, voorzitter.